Je begint eigenlijk met gelijk welk ingrediënt in blokjes of in halve maandjes, zoals deze. Dus, wat hebben wij hier al? Watermeloen zonder pitjes. Dat is zo'n beetje zoals de druiven zonder pitjes. Hè. Is gemakkelijk. Wij gaan ook komkommer gebruiken en ook de zoete aardappel. Maar nadien is het aan jou om te kiezen wat jij graag lust, wat de kids of Sergio graag lust. Je gebruikt echt dat fruit gewoon met zoete aardappel en komkommer in één? Nee, of is dat alles apart. Alles wordt apart. Okay. Alles komt apart. Ah, ja. Dus nog makkelijker. Hè. Ja. Dus de blokjes en hapgrootte eigenlijk. Hè. Niet te groot, anders zijn we straks... Doe je mond eens open? Is dat hapgrootte of niet? Gaat net, ja. Ja, dat lukt wel. Doe nog eens. Met nog norrie rond en zo. Blokjes. Well, I'm lost in seeing stars. Stumbling between bars. Zo. Alright, we hebben eetbare, lekkere lijm nodig. Dus we gaan een sojamayonaise maken. Twee goede schepjes, dat zal genoeg zijn. Heb je een beetje wasabi-poeder of in een tube? Ik heb wasabi-poeder. Ja. Ik zou zeggen een halve theelepel, want wasabi is... Pittig, hè? Ja, pittig. Ja, zo. Top. Twee eetlepels. Sojasaus. En hiermee gaan we de... Ga je die norivellen insmeren? Ja. Ja, want het moet een beetje geplakkerig worden. Ja. En waarom zouden we nu in godsnaam allen algen gaan eten? Want dit zijn algen, hè? Mm-hmm. Je moet het eigenlijk ook een beetje beschouwen als superfood. Meer ijzer dan in vlees. Knal veel eiwitten, veel vitamines. Vitamine B1, die helpt voor verbranding. Het is goed voor je hart. Dus echt doen. Hè. Het is supergezond, hè? Ik neem altijd de varianten van, de chlorella. Ah, in pillen. In pilletjes. Ja. Dat is ook gewoon. Maar ja, het is groen, hè? Het zijn zoetwateralgen. Oh, mag ik eens eentje pakken? Ja. Hoeveel neemt jij daar dan van? Zes. Zes? In één keer? Ja, zo. En dan met een beetje water. Maar dat is echt super. Dat is eigenlijk dezelfde werking als wat de zeewier doet. En mijn kinderen, als we het over zeewieren hebben... Kids, die zitten aan de algen. Ja, kijk, die vinden dit dus mega lekker. Kijk, dan moet je dit eens proeven. Het is dus gewoon zeewierchips. En zo blinken. Ja, maar het is echt de smaak. Mmm, keilekker. Lekker, hè? Zout. En een beetje zout en olijfolie. Mmm. Ja. Het is mooi ook, hè? Ja. Gestileerd. Ja. Oké, dus we zijn goed bezig met onze norries. Ja. Voilà. Dat is de lijm. Ja. Wat is er nog bij sushi? Opgelegde gember, hè? Heerlijk, hè? Mm-hmm. Je moet het zien als de opgelegde augurk van ons. Wel ja, in Azië is dat gember. Hm. Wat kan daar nog bij? Sesamzaadjes. Sesamzaadjes. En eigenlijk is nu de bedoeling dat we zo'n velletje nemen. Ja. En dat we de dikte van onze blokjes nemen. Bijvoorbeeld hier zo'n blokje watermeloen. Mm-hmm. Die zijn zo breed, terwijl dan snijden we die breed een bandje af. Dus van die komkommer doe je dan een half maandje? Of doe je... Voilà, de komkommer ga je zo rollen. Dus zo erop en dan zo gaan rollen. Ah, okay. Dus dan moet je hem zo breed zo uitsnijden. Breed uitsnijden. Ja. En dan, heel simpel... Onze lekkere... Ik ga dat eerst eens proeven, trouwens. Heel zout. Heel zout. Ik zou daar... Dat is door de soja. Dus ik ga daar een klein beetje honing bij doen. Ja. Ik denk altijd met de kids in het achterhoofd, hè. Mm-hmm. Voilà. En dan op het reepje. Klein beetje. Het is niet de bedoeling dat dat echt zo'n... Een dikke laag wordt. Nee. Het is enkel... Je zou toch niet verwachten dat die combinatie met watermeloen en zeewier... Ja, maar met de soja en zo. Het is pikant. En dan nu, voilà, zie je hier op het einde zo'n beetje gember nog bij. Ook bij, bij alles. Voilà. En kijk, dit is toch tonijn, hè? Dit ziet eruit als tonijn, hè? Ja. Huppa, weg tonijn. Lekker. Ik zou het nooit bedenken, die komt. We hebben hier nog wat werk, hè? Oh ja. Tot ziens. Ga voordoen. If you ever were to ask me.
Is dat een land waar je naartoe zou willen gaan, Japan? Oh ja, zeker. Definitely. Echt. Het staat echt op de bucketlist. Maar ook Vietnam, gewoon de andere keuken. Er is nog zoveel meer dan hier. En ook qua eetcultuur, dat Japanse eten, dat is toch... Oh, dat is ook veel rauw, hè? Ja. Ja, heel veel. Maar ook salades. Het is zo gezond, ook die sojabonen en die miso-soep. En god, dat is echt zo heerlijk. Maar ook gewoon de kippenstokjes, hè? De teriyaki. Ah, met die pindasaus. Ja. Wist jij graag pindasaus? Ja? Ja, ik ook. Echt? Ja? Ja. Maar ik eet ook graag pindakaas. Ja, pindakaas. Dat vind ik ook super lekker. Ik heb ook zo eentje die zo graag pindakaas eet. Oh. Gaat dat op frietjes ook, pindakaas? Dat vind ik raar. Ja, we hebben patatje oorlog heet dat in Nederland. Ja, waarom zou dat zo noemen? Wat denk je? Patatje oorlog. Patatje oorlog, ja. Dat is pindasaus met mayonaise en dan eventueel nog een uitje zo erop. En jij lust dat? Ja, pindasaus met mayonaise is wel een goede combi, hoor. Ja? Eigenlijk wel, hè? Ja. En is dat van echt jongs af aan zo? Geen vlees, geen vis? Ja, dat is echt... Ja. Vanaf mijn... Nou, als kind... Mijn moeder vertelde al als kind dat ik het nooit echt lekker vond. Dat ik ook altijd vragen had, wat is dit voor vlees? welk dier is dit? En het gekke is, mijn oudste zoontje Noah, die heeft precies hetzelfde. Die zegt dus altijd, mama, welk dier is dit? En mama, hoe is die dood gegaan? En ik denk, hoe is toch mogelijk? Oh, terwijl ik dat echt, ja, terwijl ik dat echt niet aan hem... Ja, maar eigenlijk... Vertel of zo, het of is opleg. Wat het is, hè? Dus het is beter dat ze het weten. Hè? Ah, ja, tuurlijk. Maar uiteindelijk heeft een mens geen vlees of je geen hebt het niet vis nodig. Nodig. Je moet het goed aanvullen, hè? Met noten, ja. Zaden, voilà. Zeker zeewieren, dat soort dingen. Maar goed, als je dat weet, hoe uitgebalanceerd je voeding dan ook is... Dan mis je het ook niet. Echt niet. Nee. En krijgen jullie veel volk over de vloer? Nee, zeker. Nou, we vinden het wel leuk om etentjes te geven, hoor. Hm? Ja, ja. En dan is Sergio degene die kookt. En dan zet jij de tafel op, zo. Ja, ik doe de tafel. Ja, dat vind ik ook altijd heel gezellig. Ja. Voilà. Dan gaan we al eens denken aan het dresseren. En dat ga je doen met? Ik heb al guacamole gemaakt, zeg maar. Gewoon de avocado gekutterd. Een beetje citroensap, peper en zout. Mm-hmm. En ik heb ook daikon fijn gesneden. Dat is zo die heel grote radijs. Kan je nu al vinden in de supermarkt. Hoort er altijd bij. Oké, twee mooie bordjes. Is dat iets waar je ook aandacht aan besteedt? Servies? Ja. Nee, dresseren. Oh, dresseren. Mijn man iets meer dan ik. Nee, ik vind wel dat het moet er wel representatief uitzien, zeg maar. Ja, aantrekkelijk. Ja, dat wel. Maar het is niet dat ik met een pincetje zo sta om het iets goed te leggen of zo. Een beetje van onze saus er ook bij doen. Oh, lekker. Die is wel goed, hè? Mm. Die sojamayonaise. Het ligt niet zo nauw. Een soort met Picasso hier. Klein beetje was het, maar waar. En dan onze blokjes, kijk. Hier en daar, blokje. En dan daikon hier en daar. Sesamzaadjes, ik had dat hier ergens zien staan. Heb je dat gewoon zo eroverheen gesprenkeld? Ja, doe maar. Ja? Voilà. Nou, eigenlijk zijn we klaar. Dan ga ik nog even het sapje maken. Hè. Met wat gaan we beginnen? We gaan een limoen. Altijd een beetje masseren, zodat de jus eruit komt. Heb jij selderzout en chiliflakes? Ja. Oh, ik ben blij dat ik net boodschap heb gedaan. Want, Jij dacht, die Dumont komt, ga mijn kruidenkast even aanvullen. Ja. Chiliflakes. Gaan we op de plank doen. Selderzout. Normaal gezien doen ze dat met zout of met suiker. Als je margarita bijvoorbeeld, toch? Hier wil ik het een beetje meer spicy. En we gaan niet bovenop, maar we kunnen gerust zo langs de zijkant. Ja. Okay. Niet te veel en dan draaien. Hè. Mm-hmm. Zo krijg je een mooie, heerlijke, pittige rand. Mm-hmm. Kan jij de tweede doen? Ja. En dan onze slush. Een ijsdrankje. Wat hebben we nodig? Bevroren aardbeien.
een bakje, 2,50. Mm-hmm. Die zijn bevroren, die gaan erin. Een beetje ijs, 2 handjes. Een volledige granaatappel, de pijl, de pietjes. Sap. En dan bietensap, rode biet. We love it, hè? Rode biet. Oh, lekker, hè? Dat is heel goed voor sporters, hè, rode bietensap. Dat moeten we dus drinken als we aan het sporten zijn. Nee. Rode bietensap. Dat is echt waar. Pot erop. Heb je nog een rietje? Ik heb een rietje voor Sofietje. Zo. Afwerken met nog een pietje. Santé. Santé, hè? Santé. Heerlijk. Eigenlijk kan hier mezcal of vodka bij. Vodka bij, ja. Zou ik ook doen, een scheutje vodka erin. Ja, lekker, hè? Heerlijk. Ja. Omdat je mij zei dat jullie een gezin sushis eten, kunnen de kids al met stokjes eten. Mm-hmm. Hij is een klein trucje tonen. Die prikken erin. Dus die doen zo met lekker als een zwaard. Chaka. Ja. Dat was een zwaard, maar ja, dat is ook nog moeilijk, hè. Heb je een rekkertje? Dus wat heb je nodig? De 2 stokjes, je doet ze open. En dan zo bij de Japanner krijg je dat ook altijd, ja, 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 ja. En dan gewoon oprollen. Ja. Rollen, 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 rollen. Dat is wel handig om te weten hoe je het zelf moet maken, ja. Voilà, zie je? Mooi ertussen. Ja. En nu ga je eerst met het rekkertje rond. Blijven rond. Dan moet je ook eens rond een deze en rond een deze. Rond een deze, rond een deze. Ja, dus er tussendoor. En dan... Zo. En dan... Toek, toek, toek. Nou. Alsjeblieft. Ja. Dank u. En nog zo'n beetje avocado. Beetje zo door het sausje. Ja. Goed, hè? Nee. Niet zo. Heel jammer dit.